Het is 15 april en ik sta hier heel erg chill in een bos en dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf, daar komen gedurende deze vlogs wel achter. En vandaag sta ik in het bos waar ik grotendeels mijn jeugd spelend heb doorgebracht. Dus het is wel tof om hier weer even te zijn en hier weer even te wandelen. Ik ben hier omdat ik een paasweekend bij mijn ouders ben. Ik wil jullie eigenlijk gewoon even meenemen. Het is best wel leuk. We zijn hier in Brabant en we lopen zo in de wijk in waar ik opgegroeid ben. Ik denk dat we hier rond mijn 8e gingen wonen en ik denk dat ik tot zo mijn 18e heb gewoond. Dus ik vind het wel leuk om dit gewoon even, dit wandelingetje met jullie te maken. Lopen jullie met me mee? Het was erg leuk om dicht bij een bos op te groeien. Omdat je daar gewoon heel veel kunt spelen als kind zijnde. En ook contact maakt met de natuur. Ik denk dat ik gedurende mijn leven soms contacten met de natuur verloren ben. Het is mooi dat ik dat de afgelopen periode door wandelen eigenlijk weer terugkrijg. Ik ben heel erg blij om hier even gewoon te kunnen lopen. En dit moment met jullie te delen. Het is ook heerlijk dat even de zon schijnt. Ik wil even tussendoor zeggen, het was heel erg leuk om heel veel views te krijgen. Ik wil jullie vragen, doe ik even een duimpje omhoog of desnoods omlaag als je deze video's hebt gezien. Wil je daar nog even het huis laten zien waar ik opgegroeid ben. We lopen nu even door die wijk, dat gaan we misschien wat sneller doen. Ja, we zijn er nu bijna. Het huis, de plek eigenlijk die ik met jullie wil delen. Ik zie dat mijn zus er inmiddels ook is. Dat de postbode langskomt hier. Maar dit is het huis waar ik ben opgegroeid. Misschien wel leuk om gewoon even met jullie te delen. Ook dit moment dat ik gewoon hier weer ben. Ja, ik laat jullie gewoon de plaats even zien. Misschien moet ik er een of ander sfeermuziekje achter zetten. Is verder niet super veel te zeggen. Ik zag dat mijn zus er al was. Dus ik ga even met mijn zus babbelen. En met mijn ouders chit-chatten. Nou, fijne paasdagen. Ik heb nog geen ei gezien. Ik zou er een Easter egg in deze video zitten.